En een andere verklaring, een derde verklaring, vinden we hier in deze straat. Ongeveer, even kijken. Oh, je kan hem nog niet zien. Die loopt nog een stukje die kant op. En Sting liep hier op Bourbon Street en zag daar de maan. Dan hebben we de vice presidents. Even kijken, waar staan ze, waar staan ze, waar staan ze, waar staan ze, waar staan ze? Ik zie ze niet. Oh. En de eigenaresse, madame Marianne Louvet Solan, Soleil Levant. Marianne Le Soleil Levant. You understand what I'm saying to you. We're talking politics. Maar de huidige eigenaresse heeft het weer helemaal teruggebracht in de stijl van toen. Dag! The Witch Queen of New Orleans gaat over Marie Laveau, een voodoo priesteres die hier leefde tussen 1817, 15, 18, 16... 1417, 1458, 16784. En volgens sommigen doolt haar geest hier nog steeds rond. NPO Radio 2.